Welkom bij aflevering 66 van Moordzaken de podcast. Voordat we teruggaan naar mei 2019, dat is trouwens precies vier jaar geleden, uh, om de tragedie te bespreken rond de hondenuitlaatmoordenaar, hebben we groot nieuws, Gary. Ja, ja voor... Ik ga het tromroffeltje ja, doen. Het, even. Ta -ta -da -da -da. Ja, het is voor onze niet-insta-volgers, want die zijn natuurlijk al lang op de hoogte. Maar we hebben een nieuwtje. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met ons boek. Uh, dat komt half juli in de winkel. En uh, dat heeft angst aan de titel De Pindakaasmoord. Ja, dat komt misschien wel bekend voor bij de luisteraars. Want die hebben we natuurlijk een keer besproken. Ja, want in het boek komen dus veertien uh, spraakmakende Nederlandstalige... Ja, titels die we eigenlijk al eerder in de podcast behandeld hebben, die worden daarin gebundeld uh, met daarbij eigenlijk ook iets meer over onszelf. Ja, spannend. Wat uh, vinden wij van elkaar? Ja, en dat boek, dat kun je nu bestellen, speciaal met onze signatuur erin, maar ook met een berichtje. Als je dat doet via boekenwereld.com en ik zag.nl werkt ook, dus je komt er altijd uh, goed terecht. Dan moet je natuurlijk even zoeken op De Pindakaasmoord... En uh, ik heb ook een link in de show notes bijgesloten, dan kom je daar direct terecht. Ja, ik ben een beetje bang, Carrie, dat we op een gegeven moment een lamme hand gaan krijgen van al ja, dat. Ja, uh, ik zou geschreven. niet te lang wachten inderdaad, want dat is maar een beperkte gesigneerde oplage. Ja, dus. op een gegeven moment uh, houdt dat natuurlijk een keer op. Maar ja. als je nu bestelt, dan uh, heb je met absolute zekerheid nog door ons gesigneerd exemplaar te pakken. En dat is ook heel leuk, hè? niet voor jezelf, maar ook om cadeau te geven. Precies, je kan er een bericht in schrijven voor iemand, bijvoorbeeld voor je partner in crime. Ik noem maar iets. Oh, oh, oh. Met, ja. een beetje mijn humor. Nee, we gaan terug naar 2019. We hebben natuurlijk wel recent de zaak besproken van Topcohen. Hem. Dus sommig nieuws zal je misschien bekend voorkomen. Ja, het was ook de Steenbergse speciekaatmoord. Dat ik. was die andere inderdaad, ja. ja. Maar uh, vertel, Carrie. Ja, uh, 6 mei, dit, uh, de, de moordzaken die we bespreken, die zijn gepleegd op 4 en 7 mei. Dus inderdaad wat jij al zei, exact vier uh, jaar geleden. Uh, 6 mei werd Archie Mountbatten-Windsor geboren. Oftewel, de eerste zoon van uh, Prins Harry en Meghan Markle. En op diezelfde dag eigenlijk ook trieste nieuws, want het lichaam van de vermiste Belgische Julie van Espen, die wordt, uh, zij wordt gevonden in het uh, Albertkanaal. Beter nieuws was de overwinning van Duncan Lawrence bij het Songfestival. Zo vaak uh, lukt dat niet voor Nederland. Maar uh, met het lied Arcade. Nou. Ja, en zijn protégés uh, Mia en Dion die doen deze week mee. Ja, de, heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja. En uh, Theresa May kondigt haar afscheid aan op 24 mei. Was ook belangrijk. En dan gaan we naar de sport. Ja, nou dat was natuurlijk een, een enorme domper. Want Ajax wordt in de halve finale van de Champions League... uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Ja, ik zal de uh, doelpunten even niet noemen deze keer. Maar... Uh, in de 96 e minuut. Ja, ik zat in het stadion die avond. En ik was dus aan het filmen. Ik was die laatste minuut aan het filmen. Want ik dacht dat is een mooi moment. Dat iedereen gaat juichen. En we staan hè, lekker. Uh... Dat moet. In de finale, geweest, het was zo pijn. Ik heb het gewoon het doelpunt heb ik gefilmd van Tottenham. Ja, vreselijk moment. Maar goed, we gaan snel over door naar het weer. Uh, heel wisselvallig, die 4 mei in ieder geval met uh, buien, onweer, koud, nat, Bar uh, barkoud. Gewoon eigenlijk voor die periode mei. Windjassen weer. Ja, en het was zelfs zo dat in de Limburgse heuvels, en daar speelt het zich gedeeltelijk af, het uh, verhaal van vandaag. Daar was het zelfs een beetje wit. Daar had het nog een beetje gesneeuwd. Dus dat kan ook nog gebeuren in mei. En dan de muziek. Wat stond er op nummer 1 in de top 40? En uh, het is niet de eerste keer dat we een nummer hebben van deze man, Avicii. En in dit geval gaat het om het nummer SOS. Uh, het was het eerste nummer wat uitgebracht werd na zijn overlijden. En ja, het was inderdaad zijn derde nummer 1 van het postume album uh, Tim, zoals hij werkelijk heet. Ja, we gaan terug naar uh, zaterdag 4 mei 2019. Er zijn wandelaars die rond uh, tien over half vier, op klaarlichte dag... Hè, een vreselijke ontdekking doen in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Nou, in dat natuurgebied daar vinden ze een vrouw. Ze ligt naast haar bakfiets. Ze heeft meerdere bloedvlekken op haar kleding. Ze heeft ook een snee in haar gezicht. En blijkbaar stond ze op het punt om haar honden uit te laten... Want in haar buurt loopt nog haar witte hondje, Lucy, en haar andere hond Max, dat is een deels verlamde hond, die zit nog in de bakfiets. En die vrouw ligt er dus dood naast. Het slachtoffer is de 56-jarige Etsuko, dat is een vrouw van Japanse afkomst. Ze woont samen met haar echtgenoot in de Haagse wijk Duinoord. En zij verliet haar huis aan de Nikolaistraat tussen half drie en drie uur. Het is ongeveer tien minuten fietsen naar de plek in de Scheveningse bosjes, waar ze dus rond tien of half vier werd gevonden door wandelaars. Dat is bij het Galgenpad. Dat ken jij nou, denk ik dan beter. Dan uh, moeten we direct even het veldwerk van het Scheveningse bosje uh, uh, doen, denk ik. Het Galgenpad is inderdaad een bekend pad door het Scheveningse bos, maar ik heb wel wat met dat uh, Scheveningse bos. Ik bedoel, mijn roots liggen in Leiden en als we naar het strand gingen, dan gingen we naar Scheveningen. Dan kwam je trouwens langs de Scheveningse gevangenis. En dat vond ik destijds. Dat was denk ik de eerste gevangenis die ik aan de buitenkant zag. Trouwens, aan de buitenkant, hè, voordat mensen denken dat ik een uh, gevangenis aan de binnenkant heb gezien. Dat was een hele mooie historische poort. Ondertussen heb ik begrepen dat de gevangenis uh, heet PI Haaglanden. en de poort hoort niet helemaal meer bij de gevangenis. Maar dat Scheveningse bosje ligt daar vlak achter. Ja, dat is gewoon een heel mooi stuk bos. Dat was vroeger nog een, uh, een duingebied. Dat is natuurlijk logisch aan de kust. En ondertussen is dat gewoon een heel mooi stadspark geworden. Het ligt ook precies tussen de stad Den Haag in en het strand van Scheveningen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar graag met je hond gaat lopen. Het is gewoon uh, mooi. Ook nog vlakbij Madurodam heb ik als kind ook nog de nodige herinneringen aan. Ja, het ja. ja. ja, is eigenlijk gewoon een heel mooi park. Dat dacht Etsuko ook. Het was trouwens een hele vriendelijke, artistieke vrouw. Hè. Ze speelde piano. Ze was ook trouwens een ervaren vechtsporter... Haar man die noemde haar ook mooi persoon van binnen en van buiten. Ze maakte overal vrienden, was geliefd bij iedereen. En het was een hele opvallende verschijning in de buurt. Want zoals ik net al zei, een van haar twee honden, Max, is dus een gehandicapte hond. En die loopt dus met een invalide rekje. En Etsuko tilde hem dus bij het uitlaten op van boom tot boom. Dus ja, dat moet voor iedereen best wel opvallend zijn geweest. Nou, het blijkt dan dat Etsuko gestorven is. als gevolg van maar liefst 30 steekletsels in haar, in haar borstbeen, in haar long haar hart en haar schedel. En daarnaast is ook nog haar linker pink afgesneden. Dus dat is best bruut. Nou, dat zijn natuurlijk de bekende details waar we later op terugkomen. Ja, nou, de, de Scheveningse bosjes, jij zei het al, wordt veel gebruikt ook. Uh, hardlopers, fietsers, mensen die de hond uitlaten. Dus genoeg getuigen, zou je denken. De politie roept ook al die getuigen op. Uh, ze denken misschien ook aan het scenario dat Itsuko misschien gevolgd is... vanaf het verlaten van haar huis... Nou, iedereen die iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden. En inmiddels is er een uh, team, grootschalig opsporing samengesteld... en is het sporenzoekonderzoek is in volle gang. Maar drie dagen later, dan hebben we het over dinsdag 7 mei... dan gaat er iets weer helemaal mis, want dit keer ruim 200 kilometer verderop... op de Brunssumme Heide in Limburg gebeurt weer iets vreselijks. Ja, dan gaan we naar Heerlen en om zeven uh, minuten voor twaalf overdag wordt daar het lichaam gevonden van een levenloze vrouw, Dini. Door wandelaars. En naast haar uh, ligt op dat moment haar hondje. Blijkt Teun te heten. En deze vrouw is vermoord met vier steeksels. In de borst en de rechterlong. Ja, gewoon uh, afgeslacht bijna. Maar dat is niet nog het enige wat gebeurt. Twee tot driehonderd meter verderop... op diezelfde Brunsummer Heide. Om kwart over twaalf vindt een voorbijganger, een wandelaar, vindt het lichaam van een man van 68, Frans blijkt hij te heten. En zijn hond, Kira, die ook nog een steekwond heeft in zijn keel, ja, die waakt over de overleden baas. Maar daar liggen dus gewoon twee dode mensen op de Brunserme heide, op een paar honderd meter van elkaar. En deze Frans is met tien steekletsels omgebracht. Blijkt ook nog afweerletsels te hebben, dus heeft zich nog geprobeerd te verdedigen. Ongelooflijk verhaal eigenlijk. Ja, wie zijn deze slachtoffers dan, die er bijna afgeslacht, zou je kunnen zeggen, zijn gevonden op die Brunsum Heide? Uh, Dini was 63, een hele normale lieve oma. Ze doet aan vrijwilligerswerk in een zorgcentrum. Was ook gelukkig getrouwd, ging geregeld met de camper op pad naar iemand die geen vlieg kwaad deed... Zij woont ook vlakbij, bij de Brunseme En zij is dus via die weg die dinsdag 7 mei, niets vermoedend, die hij opgegaan. om tijdens het dagelijkse rondje die teun uit te laten. Het andere slachtoffer is Frans, 68 jaar, zoals je al zei. Ook omschreven als een hele fijne gozer. wel een koppige Fries. met een groot hart, zegt de vriend. Hij heeft in de jaren tachtig meehelpen uh, Road en Nighttown, Je kent al die bekende discos. Heeft hij uh, als aannemer uh, helpen opbouwen. Nou, een heerlijk rustig leven leiden hij met zijn vrouw. Ja, tot deze afschuwelijke 7 mei. Nou, die omgeving op de Heide wordt dan ook afgezet voor onderzoek. Uh, er komt een politiehelikopter, er worden foto's vanuit de lucht gemaakt. Maar het verband tussen de twee moorden op die heide, ja Heide is niet direct helder. Er komt nog een uitzending van opsporing verzocht. Uh, er komen ook tientallen tips binnen. Er worden camerabeelden rond de plaatsen delict bestudeerd. Uh, er wordt zelfs nog een auto aan beslag genomen. Maar die is eigenlijk gewoon geen enkele goede tip. Nee, en dan hebben we het natuurlijk over de Brunssummerheide. En dat is een prachtig natuurgebied in Zuid-Limburg. En dat wordt in het zuidoosten van de gemeente Brunsum. En daarnaast ook Heerle en Landgraaf uh, ontsloten. Landgraaf kennen we natuurlijk allemaal van de Pinkpop festivals. Gaat natuurlijk binnenkort ook weer gebeuren. Ik ben er heel vaak geweest, met mijn dochter die skiede daar. Ja, daar had je die, die ski baan, die skibaan. Ja. Ja. Dat was een van de eerste in Nederland volgens ja. mij, zo'n overdekte baan. Ja, het is in ieder geval een hotspot voor hondenbezitters, de Heide. Het is trouwens een gigantisch gebied. Het is uh, 600 hectare. En uh, ik druk dat altijd graag uit in voetbalvelden, zoals jullie weten. Nou, dat zijn er bijna 1500. Dat is dus echt een heel groot natuurgebied. Uh, het is een fijne plek omdat je daar je hond los mag laten lopen. Het heeft mooie paden, heuvels. Er zijn ook allemaal vennetjes. Ik heb er ook wel eens gefietst. Het is ook een schitterende omgeving. Maar het is ook wel een beetje zo dat. Mensen elkaar een beetje kennen als ze daar hun hondje uitlaten. Mensen lopen elkaar daar in de ochtend wel eens tegen het lijf. Ja, En dan is er dit gebeurd. Nou, we kennen de Heide natuurlijk ook van een ander enorm tragedisch geval. Van de moord op Nicky Verstappen. Zeker. Ja. Een zaak die ook nog in ons achterhoofd speelt, ja. natuurlijk. Nou, niemand kan zich natuurlijk voorstellen dat, uh, Itzuko, net als Dino Frans, ja, betrokken waren bij duistere zaken of bij een crime personeel. Want het zijn natuurlijk drie totaal onschuldige slachtoffers. die op klaarlichte dag gewoon een hond uitlieten. Ja, dat roept angst op. Hè? Dus voor hetzelfde geld is het dus iemand die die luk raakt, mensen doodsteekt. En je zou maar toevallig lopen op dit verkeerde tijdstip op de verkeerde plek. Nou, niets is minder waar. Nou, dat blijkt, want diezelfde middag, dinsdag 7 mei. komt aan wandeling de 27-jarige Thijs weer thuis bij zijn ouders in de Limburgse Brunsen. Thijs is vies, die zit onder de modder. Er zit zelfs wat bloed, wat krassen op zijn polsen. En hij lijkt verward en reageert ook niet op zijn moeder als ze vraagt wat er aan de hand is. Zijn moeder die zegt tegen hem, misschien moet je even in bad gaan liggen. Maar ja, Thijs, daar gaat het al heel lang niet goed mee. Hij slaapt amper, is kilo's afgevallen en zit eigenlijk al een tijd niet goed in zijn vel. Een half jaar eerder heeft hij zelfs een serieuze zelfmoordpoging gedaan. Nou, zijn ouders wilden hem laten opnemen, maar er was nergens plek. En ze hebben Thijs dus zelf in huis genomen. Ondertussen wordt hij ambulant behandeld door de GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht. En sinds een paar weken was Thijs ook weer op zichzelf gaan wonen in een uh, kamer in Den Haag. Maar deze week gaat het eigenlijk uh, slecht met hem. Op zondag 5 mei was hij uit Den Haag teruggekomen en namen de ouders van Thijs in contact op met de GGZ om hem alsjeblieft op te laten nemen. Nou, er was een basisarts die hem uh, van hen te woord stond en die stelde de ouders gerust. Het ging eigenlijk slechts om bijwerken van zijn nieuwe ADHD-medicijn. Dus gewoon een, een kwestie van uh, instellen van de pilletjes. Ze werden weer naar huis gestuurd met een uh, slaappil voor Thijs. En ja, deze dinsdag 7 mei, na die wandeling, zagen ze dat het eigenlijk echt goed mis was. Thijs heeft blauwe ogen, die stonden echt zwart. En terwijl hij naar boven ging, belden zijn ouders opnieuw met de instelling. En terwijl die moeder, dus die GGZ-instelling Mondriaan, opnieuw smeekt om hem alsjeblieft op te nemen. Komt Thijs weer naar beneden en hij heeft dan een mes vast. Nou, zijn vader weet dat mes af te pakken en die GGZ-instelling stemt godzijdank in met een spoedafspraak diezelfde middag. Thijs gaat ondertussen boven in bad, zijn moeder was in kleren en die middag melden ze zich in Maastricht. Thijs komt bij de kliniek aan in Maastricht, de Mondriaankliniek. Het is zo, hij wordt daar niet in een separeercel opgesloten, maar gewoon op de open afdeling. Niemand weet op dat moment dat hij betrokken zou kunnen zijn bij deze moorden. Dat is nog helemaal niet bekend. En het gaat zelfs zover. Thijs weet te ontsnappen. Hij stapelt een aantal stoelen op tegen de muur en komt op die manier uit de kliniek. Je zou toch denken dat er cameratoezicht in de ruimtes en dat dat bekeken zou worden. Nou, het blijkt dat er wel beelden zijn, maar er is niet voldoende capaciteit en tijd om continu die lijfbeelden uit te kijken. Maar het is natuurlijk wel zorgwekkend. Want deze patiënt is alweer gevlogen. Ja, het is ook nog de vraag: waarom zou op dit moment nog niemand bedenken dat er verband zou kunnen zijn met die moorden? Dat is en blijft bijzonder. Ja, ik denk dat ze dat op dit moment wel weten. Ergens zouden ze het, maar, maar ze hebben hun bewustzijn. Dus ze kunnen dat blijkbaar niet zeggen. En nu is het gelukkig wel zo dat de ouders van Thijs, die bellen met hem, en hij neemt gelukkig gewoon op. En uh, uiteindelijk zorgen de ouders ervoor dat hij weer teruggaat naar de kliniek. Daar komt hij uh, om half twaalf s'avonds laat weer aan. Ik ga er dan vanuit dat ze hem op dat moment wel eventjes in een andere cel stoppen. Ja, hij komt op de gesloten afdeling. Hij komt op de gesloten afdeling. Maar je zal het niet geloven, hij weet nogmaals te ontsnappen. Er is in die kliniek een steekpartij. Er blijken ook mensen gewond bij te raken. Maar Thijs is zo slim om op dat moment het brandalarm af te laten gaan. En door alle verwarring die daaruit ontstaat is hij in staat om gewoon volgens mij door de voordeur naar buiten te lopen. Ja, en dan hebben we het over woensdagochtend, 8 mei. Nog geen 24 uur later na de andere ontsnapping. Nou, het is natuurlijk wel duidelijk dat uh, op een gegeven moment... alle puzzelstukjes in elkaar beginnen te vallen. Want... Ja, Nou, en voor de GGZ-instelling Mondriaan is het natuurlijk het moment... om die geheimhoudingsplicht te doorbreken. Die nemen contact op met uh, de officier van justitie. en nou, die vertellen. Maar. Ja, die vertellen dat de patiënt Thijs van die gesloten afdeling is ontsnapt. En die hebben dus inderdaad wel dat vermoeden... Ja, en vanaf dat moment begint er natuurlijk een soort klopjacht op deze 27-jarige Thijs. Die dan weliswaar officieel in Den Haag woont. maar op dat moment natuurlijk in Limburg bivarkeert. En door het doorbreken van de geheimhoudingsplicht. en ook het opvragen van de camerabeelden. hebben ze uiteindelijk een foto, een beeld. zullen we ook met jullie delen van Thijs. En dat wordt zo snel mogelijk natuurlijk verspreid in een opsporingsbericht. Ja, hij is op dat moment de meest gezochte man van Nederland. Het duurt gelukkig niet lang voordat hij gevonden wordt, want iedereen vraagt zich natuurlijk af van, ja, waar, waar zou die kunnen zijn? Uh, uiteindelijk wordt hij herkend door iemand op straat, eigenlijk zelfs al een uur nadat het opsporingsbericht verstuurd was. En de politie houdt Thijs aan en uh, gaat hem natuurlijk direct verhoren. En we hebben het dan natuurlijk over woensdagavond 8 mei. Terwijl Carrie in de arena zat om alle ellende van Ajax over zich heen te krijgen. Want dat is de avond waarop dit gebeurt. De familie had nog trouwens aangedrongen om niet een opsporingsbericht te versturen. Want ze waren bang dat Thijs misschien opnieuw een zelfmoordpoging zou willen doen. Maar laten we met z'n allen blij zijn dat hij zo snel gevonden is op dat moment. Ja, en dan vragen we ons af ook: wie is de 27-jarige Thijs? Hè? Dus inderdaad, wat je zei, op dat moment de meest gezochte crimineel van Nederland. Nou, meteen na zijn aanhouding gingen al verschillende foto's van hem rond uh, op het internet. En de ene foto was van zijn uh, LinkedIn-profiel geplukt. En dan zie je dan een, een vriendelijk lachende uh, jonge man. De andere foto is inderdaad dat beeld dat de politie heeft geplaatst. Dus die opsporingsfoto: ja, een zwart-wit vage momentopname van Thijs die langs die beveiligingscamera loopt, een magere, spichtige jongen. Dus twee verschillende beelden van een jongeman met ook twee kanten. Thijs komt namelijk uit een vrij normaal gezin. De moeder, directeur van een advocatenkantoor. Zijn vader, die werkt als een capaciteitsplanner bij een radiologiecentrum in Maastricht. En Thijs heeft zelf ook een tijdje gewerkt als administratief medewerker op het advocatenkantoor van zijn moeder. En uh, beter nog, hij heeft een heel uh, studieverleden en staat eigenlijk ook een beetje bekend als een modelstudent. Uh, hij is lid geweest van een studievereniging, is daar ook actief geweest in het bestuur, uh, kan je ook allemaal nog terugvinden in de jaarverslagen. Hij kan ook best reflecteren op zichzelf, want in een van die jaarverslagen zegt hij, ik probeer te werken aan een constructieve gespreksvoering waarin ik niet meteen in de verdediging schiet, maar gezamenlijk een middenweg zoek. Dit is een proces, maar ik geloof wel dat er vooruitgang in zit. Dus ja, je zou nog bijna zeggen: een, een intelligente, voorkomende student. Maar wel eentje die het nodig op zijn geweten heeft. Dus... Ja, Oud-medestudenten zeggen ook aan de Universiteit van Leiden: hè, dat is in uh, Hogeschool Zuid in Limburg, daarna de Universiteit van Leiden uh, gezeten. dat Thijs heel normaal leek. Nooit iets waarvan je dacht: wat een gekke jongen. Uh, gewoon een vriendelijk persoon, slim. Wel een beetje muurbloempje. Uh, hij is, naleiden, is hij nog een, uh, een master gaan doen in Industrial Ecology aan de TU in Delft. Hij heeft zelfs een tijdje als een data-analyst gewerkt bij een uh, Amsterdamse start-up, waar ook zijn oud werkgever zei van uh, een hele ambitieuze jongen. Hij wilde zelfs niet meer voor hem komen werken omdat hij koemlouden zou wilde afstuderen. Ja, uh, eigenlijk inderdaad een, een hele gedreven, lieve, sociale, ook stille jongen. Ja, dat stille blijkt ook uit middelbare school klasgenoten die zeggen ja, oh ja, die Thijs, die heb ik bij in de klas gezeten, maar ik was hem eigenlijk gewoon helemaal vergeten. En in de buurt bij zijn ouders, waar hij natuurlijk 20 jaar gewoond heeft in Brunsum, stond hij bekend dat hij het Maltese leeuwtje van de ouders ging uitlaten. Ja, in het voorbijgang zei hij vaak niks. Dat was eigenlijk altijd zo. Hij was gewoon een schuchtere en stille vent. Ja, wel een buitenmens. Uh, houdt van surfen, doet een hardlopen, speelt piano. Dus eigenlijk is zover, voor zover dus niets aan de hand. Een Hele normale student, geen strafblad, helemaal niets. Maar. Thijs heeft dus ook een andere kant. Een kant van een iets meer gedeprimeerde, uh, suicidale jongen. Dus uh, het begint eigenlijk op de middelbare schooltijd in Limburg. Dan stapt hij over van het gymnasium naar de HAVO. Begint dan ook wiet te gebruiken, uh, veel te gamen. En begon later dagelijks twee joints te roken. En gebruikt ook geregeld andere middelen, zoals ecstasy, uh, coke. Zelfs psychedelische truffels. En na zijn jeugd verhuist hij dus naar Den Haag... Uh, Inderdaad die slimme aardige gast, maar ook een sombere zwaarmoedige jongen die veel op zijn kamer zat, zegt een oud huisgenoot. En in de zomer van 2018 krijgt Thijs dan ook klachten van een burn-out, maar hij herkent dit zelf niet, probeert het ook te verhullen. En dan in september 2018 krijgt hij voor het eerst een psychose. Hij logeert dan bij zijn zus, maar raakt er dan van overtuigd dat haar vriend hem wilde vermoorden... Ja, zijn ouders brengen hem naar het ziekenhuis waar een psychiater hem onderzoekt. En eh, de arts die constateert ook dat hij een psychose heeft gehad. Dat hij moet stoppen met blouwen en antipsychoten moet slikken. Maar twee maanden later, in november 2018, doet hij dus een serieuze zelfmoordpoging. Zijn ouders willen hem laten opnemen, maar ja, de instellingen die hebben geen plek voor hem. En hij komt dus weer een tijdje bij zijn ouders in Brunsen wonen. Hij wordt dan wel ambulant geholpen. Maar Thijs neemt niet altijd zijn medicijnen in. Hij bloot dus ook, gebruikt soms andere drugs. En als dan zijn geliefde oom eind april 2019 overlijdt, dan gaat het eigenlijk heel snel slecht met hem. Maar die, ja, behandelaars die registreren zijn psychose niet, omdat hij dit dus verbergt. Ja, dat is natuurlijk wel wat vaker gebeurt met mensen die last hebben van psychoses. Die willen dat natuurlijk niet ergens erkennen en willen zich ook niet daarvoor laten helpen. Nee. Maakt het natuurlijk heel moeilijk. Het zijn natuurlijk enorme complexe aandoeningen. Maar wat er dus wel gebeurt in dit geval is dat hij wel getest is op ADHD en dat hij dus wel medicatie tegen ADHD of voor ADHD heeft gekregen. Ja, en dat schijnt dus medicatie te zijn die juist psychoses nog een keer extra zou kunnen triggeren. Ja. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Nou, Thijs zit inmiddels dus in volledige beperking, mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Uh, ook wordt dan bekendgemaakt dat uh, Thijs inderdaad patiënt is bij een GGZ-instelling in Maastricht. Maar waarvoor hij dus precies in behandeling was, wil het OM uh, op dat moment niet zeggen. Ondertussen wordt er natuurlijk op alle plekken huiszoeking gedaan. En uh, dat is bij Thijs in Den Haag thuis, waar hij sinds enkele weken aan de hooikade woont, in een ja, soort van... Studentenhuis, in ieder geval. Er wonen ook wat meer mensen in hetzelfde pand, in hetzelfde appartement. Ja, en een van die huisgenoten die had op die betreffende 4 mei, die avond, die zaterdag, al Thijs heel hard horen bonken. En vond dat heel erg gek en dacht bij zichzelf: wat zou er aan de hand zijn? Zijn vriendin dacht, geloof ik, misschien is het de wasmachine. Maar uiteindelijk gaat die uh, jongen kijken en hij ziet dat Thijs een deur heeft ingetrapt. En ja, als hij vervolgens vraagt aan Thijs, wat heb je gedaan... komt hij met een heel warrig verhaal over dat hij de sleutel was kwijtgeraakt. Maar deze jongen ziet ook dat Thijs zijn haar in de war zit... zijn kleding zit schots en scheef. Ja, het is een hele andere jongen dan de rustige jongen... die hij die, die weken daarvoor samen met zijn uh, ouders had zien verhuizen. Dus hij denkt toch van, het is raar. Ja, ondertussen uh, is Thijs voorgeleid aan de rechtercommissaris... en die bepaalt dat hij in het Pieterbaancentrum onderzocht moet worden... Hij is verward en ja, bizarre is dan ook. Thijs zelf die ontkent die drie moorden te hebben gepleegd. Hè? Maar bij het forensische tactisch onderzoek eh, is genoeg bewijs tegen hem gevonden. Zo hebben ze na het checken van zijn OV-chipkaart en zijn telefoongegevens eh, gezien dat hij 4 mei in Den Haag was. en dat hij op zondag 5 mei is teruggereisd naar zijn huis in Brunsum. En dan was hij ook op 7 mei. En die telefoongegevens laten ook zien dat zijn telefoon rond de tijdstippen dat Etsuko, Frans en Dini zijn aangevallen... dat zijn telefoon op zijn woonadres in Den Haag en op het woonadres in Brunsum lag. En daarnaast zijn er ook nog getuigen die verklaren dat ze hem in de buurt op die plaatsen delict hebben gezien. En alsof er nog niet genoeg is, is er ook nog DNA-bewijs. Want in de kamer van Thijs in Den Haag is een, een schoongemaakt mes gevonden. Op dat lemmet van het mes is DNA aangetroffen dat matcht met het DNA van Etsuko... Verder is op Thijs rugzak DNA-materiaal gevonden van het uh, En ook op de linkerhandschoen van het DNA van Thijs. En ook op de jas en de koptelefoon van Thijs, zat bloed met DNA dat matcht met dat van Dini. En ook van het van Frans. Zelfs op zijn schoen zat nog bloed van Frans. Ja, met al deze keiharde uh, bewijzen. Nou, er is ook nog een moordwapen, een ander moordwapen gevonden. Ja, het mes uit uh, wat bij de, bij de ouders waarschijnlijk ja, uit de keuken was gevonden. gemaakt ook. Ja. ja. Uh, dat is door de, door de moeder uh, later aan de politie overhandigd. Ja, en de conclusie van dat onderzoek is dat dit inderdaad het mes is waar Frans en Dini mee zijn doodgestoken. Ja, en heel Nederland is natuurlijk in rep en roer, want hoe heeft dit kunnen gebeuren? En nu komt ook naar buiten dat die GGZ-kliniek in Maastricht al eerder het vermoeden had dat Thijs betrokken was bij die dood van Dini en Frans op de Brunsemeijden. Ja, dat heeft te maken met beroepsgeheim natuurlijk. Ja, dat is, hebben ze, niet, ze hebben inderdaad niet besloten om meteen de politie te bellen vanwege dat beroepsgeheim. Maar was dat wel terecht en verstandig? Nou, daar ontstaat natuurlijk een hele discussie over of dat beroepsgeheim op dat moment nou daadwerkelijk zo zwaar had moeten wegen. Want uiteindelijk is het pas nadat hij voor de tweede keer uit de kliniek ontvlucht is met de, de grote truc met het brandalarm. dat moment is pas voor de kliniek het moment dat ze het beroepsgeheim doorbreken. En dan is het ook nog zo dat er zijn camerabeelden. Nou, in eerste instantie wil de kliniek die wel afstaan en dan later besluiten ze weer dat ze het eigenlijk niet willen afstaan. Ja, de discussie is natuurlijk uh, als volgt. Ze, er zijn mensen die zeggen, ja, hij zit al uh, gevangen, Thijs, dus wat is dan nog het belang om beroepsgeheim te doorbreken? Want hij kan niet nog iemand vermoorden. Dat is al gebeurd. Ja, dat is natuurlijk, het is wel een beetje plastisch uitgedrukt. Ja, dat maar er is geen direct gevaar op dat maar, moment, want hij precies, is niet gesloten af te het hebben. Het gevaar is geweken. Ja, toch lastig. Uiteindelijk uh, krijgt ja, de rechter... mij, ze worden ook bestraft, hè? Dus als je wel het, het beroepsgeheim doorbreekt, kun je zelfs gestraft worden. Ja, dat, is, en dan is er een terugcommissie en dan kan je inderdaad in de problemen komen. Dat is natuurlijk een enorme drempel om dat te doen. Ja, aan de andere kant, het kan toch ook zwaarwegend belang zijn. En dat blijkt in dit geval ook. De rechtercommissaris krijgt toch gedaan dat de camerabeelden uh, gebruikt kunnen worden... Maar het blijft natuurlijk wel een discussie. Hè? Hoe ver gaat dit beroepsgeheim en op welk moment moet je dat doorbreken? In zijn eerste verhoren blijft Thijs nog steeds ontkennen. En hij beroept zich ook regelmatig op zijn zwijgrecht. Ja, en dan komen we in augustus. Dan pas uh, bekend Thijs dat hij Etsuko, Dini en Frans met messteken om het leven heeft gebracht. Ja, dan begint hij te verklaren, eerst tijdens zijn onderzoek in het Pieter Baan Centrum en later ook aan andere deskundigen. En uiteindelijk ook in de rechtbank. Nou, wat zegt hij? In die periode voor 4 mei krijgt hij steeds meer verborgen berichten. En die berichten ja, die zag hij in kentekenplaten van auto's die dan voorbijreden, maar ook in tijden van een klok, in nieuwsberichten. En hij zegt: Ja, ik leefde in een systeem waarvan hij een van de ontwaakten was. Hij dacht dat de wereld in handen was van psychopaten, dat vrienden van mij dus psychopaten waren. Maar nog het belangrijkste was, ik dacht dat ze in codetaal spraken. Nou, uiteindelijk ontvangt hij dus een, een boodschap dat hij twee mensen moet vermoorden. Of anders zal zijn familie worden uitgemoord. Ik vertrouw er ook verder niemand meer, zegt hij. Op 3 mei 2019 is, dan, is hij er dan van overtuigd dat het moet gaan gebeuren. En wie hij moet doden, waar en hoe, dat blijkt niet uit de boodschap... Maar dat beslist hij zelf die ochtend van zaterdag 4 mei. Hij besluit dat hij het in het bosjes gaat doen, omdat hij die plek kent. Nou, het is heel beschut, hè? dus overdag zijn er mensen, maar het is niet te druk. En verder besluit hij dat hij het gaat doen met de mes. Hij had dagenlang amper geslapen en die ochtend was hij heel gespannen. Thijs reist met de trein van Sittard naar Den Haag, waar hij die avond een afspraak heeft met een vriendin... Hij zegt dan ook: Ik voelde me in die trein somber en leeg. Onderweg zag hij dan codes in de treintijden en in de bordjes. En die boodschap was steeds dat er absoluut twee mensen moesten zijn. Hij komt vijf over twee aan op het station in Den Haag. En zes voor half drie komt hij aan bij zijn kamer op de hooikade. Daar pakt hij een mes uit de besteklaan. Met de bedoeling er iemand mee te doden. Een Jamie Oliver mes. Dat zag eruit als een geschikt mes. Iets dat scherp was, waarmee hij het snel kon doen. Maar hij weet nog niet wie die gaat doden. Dat moet gewoon een, een willekeurige persoon zijn. Nou, hij laat zijn telefoon achter in zijn kamer. Hij heeft de bedoeling om niet getraceerd te kunnen worden. En hij loopt naar de Scheveningse bosjes met dat mes in zijn jaszak. Daar komt hij aan, loopt eerst een tijdje rond om moed te verzamelen, totdat dus het zoeko voorbij fietst. Hij kijkt rond, dus verder niemand in de buurt. Hij weet dat het nu moet gaan gebeuren. Hij rent naar haar toe met het mes en steekt van achter op haar in. Het die valt van haar fiets, komt op haar rug terecht. en hij blijft gewoon steken totdat ze niet meer beweegt. Maar liefst 30 keer. Als bewijs dat hij aan zijn opdracht heeft voldaan, snijdt hij ook haar pink eraf. En die zou hij dan die avond aan zijn vriendin moeten laten zien. Die zou als jury optreden. Maar die pink die gooit hij dus even later weer weg, omdat hij het te gruwelijk vindt om met die pink rond te lopen. En als ze dan ook later vragen: hè, waarom snij je die pink af en mee, neem je die mee? dan antwoordt hij: ja, als bewijs in een opwelling. Maar ik vond het steeds vreselijker. Ik dacht, ik heb geen bewijs nodig, want het systeem dat weet en ziet toch alles. En daarom heb ik hem dus weer weggegooid. Nou, hij beseft wel wat hij gedaan heeft. Hij is ook erg van streek. En zelfs zegt hij dan, ja, plots ging ik dubbel zien. Zag ik een groene paarse gloed. Ik raakte in een adrenaline rush. Ik me in de bosjes en dacht, ik dacht, ik kan niet meer. En ik heb nog een lange tijd door het bos gelopen, twijfelend of ik door zou zetten, maar ik kon het niet. En hij zegt dan tegen de lucht, oké. Okay. Dat is nummer 1, laat mij nummer 2 zijn. En uiteindelijk loopt hij terug naar de kamer waar hij tussen 4 en 15 middag aankomt. Daar spoelt hij het mes af, stopt het terug in de bestekla. Hij kleedt zich om, stuurt zelf nog een berichtje aan zijn moeder, waarin hij onder meer vermeldt dat hij zin heeft in de afspraak met die vriendin die avond. En daarna doet hij boodschappen en gaat hij koken. Maar even over die vriendin, Carrie. Dat je daar A, ah, nog mee af zou willen spreken als je dit gedaan hebt, maar zij is natuurlijk niets vermoedend. Het moet toch heel. Als je later dan dit verhaal hoort ja. als meisje. Ja. Dan moet je volledig getraumatiseerd die Iedereen zijn. om hem heen die contact ja. heeft met, die, met hem in die dagen. Ja. Nou, en Thijs reist uh, de volgende dag terug naar zijn ouders in Brunsum. Uh, hij heeft die hele dag eigenlijk. Uh, ja. Niet. Doet alsof er niks aan de hand is. Uh, tot hij s'avonds op de bank gaat zitten met zijn ouders. Hij gaat uh, televisie kijken. En dan hebben we het over de 6 mei ondertussen. En hij krijgt het gevoel dat zijn moeder eraan gaat. Er blijken namelijk ook op televisie heel veel Moederdag-reclames te zijn. Ja, dat is natuurlijk in deze tijd altijd zo. Uh, hij krijgt overal berichten door. Het was alsof de televisie tegen hem praatte. En ergens die avond moet hij opgepikt hebben dat hij opnieuw mensen moest doden. Want ja, het moesten er twee zijn. En de volgende ochtend. Heeft hij bedacht hoe hij dat zal gaan doen. Uh, hij probeert zich nog wel zoveel mogelijk normaal te gedragen. Hij laat eerst weer dat bekende uh, Malteser leeuwtje uit. Daarna zet hij zijn telefoon uit. Ook al eerder gedaan, hij wil niet getraceerd worden. En hij pakt deze keer een groot mes uit het messenblok uit de keuken van zijn ouders. Hij stopt het eerst in zijn rugzak en loopt richting de Brunswerheide om twee moorden te gaan plegen. Dat is zijn plan. Hij heeft wel het hondje thuisgelaten, want hij dacht: dat is misschien toch wel lastig. Ja, de keuze voor de Brunsermerheide is er eentje, omdat hij weet dat er zeker mensen zijn, maar ook weer niet te veel. Dus hij denkt dat hij een goede kans heeft om deze moorden te kunnen plegen zonder dat er te veel omstanders zijn. Ook deze keer doet hij weer wat om in de stemming te komen, om moed te verzamelen. Ja, het is bijna te bizar om te vertellen. Hij luistert naar heavy metal music, wat hij zelf zegt. En als hij eenmaal op die Brunsama-heide is, dan pakt hij dat mes uit zijn rugzak en zorgt dat het in zijn jaszak zit. En vervolgens gaat hij wachten tot hij een kans ziet om mensen te vermoorden. Eerst ziet hij nog een jonge vrouw lopen, daar loopt hij achteraan met de gedachte om haar aan te vallen. Maar op een of andere manier zet hij niet door, misschien omdat hij denkt uh, het is een jonge vrouw, jonge leeftijd. Uh, hij zal later ook nog zeggen dat hij nog waanbeelden had. Dat er misschien een te grote en te sterke kerel op hem af zou komen. Dat was overigens een, een waanbeeld. Maar wat hij wel ziet, hij ziet een vrouw even later. En dan hebben we het over Dini. En zij is op dat moment, als er niemand in de buurt is, zijn volgende slachtoffer. Hij rent naar haar toe. Hij steekt op haar in. En hij gaat daarmee door totdat ze dood is. Hij wacht tot ze helemaal niet meer beweegt. Uh, dan denkt hij, dan is ze echt dood. Maar van binnenuit, zegt hij zelf, is hij keihard gaan huilen omdat hij dit verschrikkelijk vond om te doen. Maar dan toch, als hij eenmaal weer een beetje op adem is gekomen, gaat hij op zoek naar zijn tweede slachtoffer. Dan loopt hij inderdaad Frans tegemoet. Uh, hij loopt er voorbij. En ja, om het niet nog gruwelijker te maken, hij kijkt over zijn schouder, ziet zijn kans en rent op Frans af en steekt hem van achteren neer. Deze Frans, zoals gezegd, probeert zich wel te verweren. Het blijkt dat hij dat doet met de hondenriemhouder. Ja, ik zie het helemaal voor me. De rillingen lopen over je lijf als je dit vertelt. Hij probeert natuurlijk tegen Thijs hoofd te slaan of op allerlei manieren zich te verweren. Maar ja, hij is natuurlijk kansloos. En ook in dit geval gaat Thijs door met het steken totdat hij merkt dat Frans is overleden. En vervolgens dolt hij nog een beetje rond over de heide en loopt doodleuk uh, naar huis. Ja, dinsdag 7 mei. Oh ja. Nou, Rillingen, de enige toch? is, ja, ik denk wel, die slachtoffers, hij is allemaal van achter benaderd. Dus in, in, in die zin, uh, ze hebben natuurlijk de pijn gevoeld naar nou, Frans, helemaal, die is zich kunnen verzetten. Maar. Ook die vrouw, die jonge vrouw die jij dus uh, uiteindelijk heeft laten gaan, als we het zo mogen zeggen, ja, die is later ook gehoord. En die, die zei ook, uh, ze had het gevoel dat ze achtervolgd werd. Want ze vond het heel opvallend dat dit een man was die geen hond bij zich had. Hè. Normaal loopt iedereen daar met een hond rond. En ze had hem gegroet. Thijs had dus ook niet geantwoord. Ze had hem dus ook in de ogen gekeken. En die vrouw die heeft uiteindelijk een open plek kunnen bereiken. En daarna is Thijs ze dus, uh, vandoor gegaan. Maar hoe heftig ook, als je dus denkt, ik ben gewoon aan die dood ontsnapt. Nou, over de aanhouding zegt Thijs dan ook nog, want hij is die dag daarna dus, toen hij ontsnap was uit de instelling, is hij eerst gebeld door zijn ouders dat hij terug moest gaan. Hij zei ook van ja, ik, ik wist dat ik dit moest negeren, ik heb mijn telefoon uitgezet. Ik was op een speurtocht en moest ofwel de kleur geel volgen ofwel vierkante bordjes met een driehoekje en twee cirkels eronder. Ja, hij heeft heel veel gehuild op dat moment. En hij zei ook van, waarom moest mijn leven deze vreselijke wending krijgen? Want waarom ben ik uitverkoren voor een lot dat ik helemaal niet wil? Hij is toen uiteindelijk uh, gestopt doordat een auto naast hem uh, stilstond. Een man met een pistool, dat was de politie. En hij zei dan ook op het bureau, spraken die agenten in code tegen mij? Maar ja, ik gaf niets terug, want ik was het zat en ik was eigenlijk klaar om te sterven. Het was gewoon heel duidelijk, deze man zat in een psychose. Nou, dat moet dan ook blijken, want hij gaat voorkomen voor het eerst bij de rechtbank. Ja, dan hebben we het over een proforma zitting in augustus. Het is ook de eerste keer dat Thijs in de openbaarheid verschijnt, dus voor de eerste keer dat hij een gezicht krijgt. Ja, hij oogt met zijn bloemetjes overhemd en zijn wat lange haar, ja, een student een beetje timide jongeman. Hij komt binnen met zijn hoofd gebogen en hij houdt zijn handen voor zich alsof hij boeien om heeft. En als hem dingen gevraagd worden, antwoordt hij met zachte stem. Eigenlijk is hij bijna niet te verstaan. Hij bekent direct de drie moorden. Hij zegt dat hij een psychose kreeg. En inderdaad, zoals eerder verteld, al die signalen dat het moest gebeuren. Dat anders zijn familie zou sterven. Ja, het OM die twijfelt natuurlijk over zijn bekentenissen. Die zeggen dat hij eigenlijk zijn, zijn psychose fijnst. Want ze hadden in zijn computer zoekopdrachten gevonden. Ja, dat waren wel zoekopdrachten van uh, hoe, hoe kan je iemand misleiden en hoe kan je een psychose voorwenden. Ja, yeah, why do some good people become evil? Ja. Yeah. Nou, en ze zeiden ook, hij heeft drugs gebruikt, heeft medicijnen gebruikt, maar ook zijn eigen drugs. Ook Dus medicijnen, medicatie die niet voorgeschreven was. Dus ja, als jij verkeerd met, met drugs omgaat, uh, dan kan de psychose inderdaad eigenlijk nog verzwaard worden. Ja, en hij heeft natuurlijk ook al drie maanden lang gewoon gezwegen en de moorden niet bekend. Dus ja, zo betrouwbaar is hij als persoon ook niet. Daar heeft zijn advocaat nog wel een weerwoord voor. Want die zei, ja, op dat moment toen hij natuurlijk uh, aangehouden werd, zat hij nog in die psychose. En hij dacht, als ik de waarheid ga vertellen, dan gaat het systeem uh, mij vermoorden of mijn familie vermoorden. Dus daar is eigenlijk nog wel een verklaarbare reden voor. Ja, en aan het slot van de zitting neemt Thijs ook nog het laatste woord, of dat krijgt hij... Hij zegt, ik wil me richten tot de nabestaanden om te zeggen dat het me verschrikkelijk spijt. Hoewel ik weet dat dit de pijn niet verzacht, ik hoop dat jullie steun vinden bij elkaar. Ja, wat moet je daar in godsnaam mee als nabestaanden, zeg ik dan. En er volgen nog meer pro forma zittingen, ook in uh, november. En dan is er wat meer aandacht over de rol van de GGZ-instelling in Maastricht, de kliniek waar hij verbleef. Het gaat natuurlijk ook om de gegevens en de dossiers die ze graag willen hebben. In de eerste instantie had de kliniek dat geweigerd. Maar het is natuurlijk ondertussen wel heel erg belangrijk om te weten wat daar nou aan behandeling is gedaan. Uh, en dat beroepsscherm, ja, dat, dat is dan op dat moment toch al verbroken. En ook in dit geval wordt dat uiteindelijk, uh, ja, krijgen ze gewoon de documenten en uh, inzagen. Ik denk ook niet alleen voor deze zaak, maar ook voor de toekomst. Wat, wat gaat er mis? Maar goed, ik denk dat we daar nog wel later op terugkomen. Hij wordt natuurlijk onderzocht ook zeven weken lang door het Pieter Baan Centrum. onder andere door een psycholoog, een psychiater en een milieuonderzoeker. Na zeven weken lang observeren, dan krijg je echt wel een beeld van iemand. En die deskundigen van het Pieterbaan die, die zijn zeer kritisch over tijdens een eerdere behandeling bij het Mondriaan. Zij zeggen ook, ja, die psychose die kende een hele lange aanloop, die begon eigenlijk al in 2018, maar die werd niet als zodanig herkend door zijn eerdere behandelaars. En terwijl die rode vlag gemist wordt door die GGZ-behandelaren, kregen dus wel die dexamfetamine voorgeschreven, dat, dat ADHD-medicijn, dat die psychotische klachten juist aanjaagt. En dat gebeurde ook volgens Thijssen. Alleen werd dit dus niet zo herkend. Um, ja, dat lijkt me heel lastig. Uh, misschien moeten we daar nog over terugkomen. In ieder geval die psychose, die, die werd uh, verzwaard. En die deskundigen van het PBC, ja, die zijn er dan na die zeven weken uh, onderzoek, er unaniem over eens dat Thijs volledig ontoerekeningsvatbaar is. Zij zien dan ook direct verband hè, tussen die psychose en die drie moorden en zij adviseren om een TBS-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Nou, ook in die tijd, in oktober, uh, als hij in het Pieter-Baan zit, komt bij het NFI de uitslag binnen van het onderzoek naar een haar van Thijs. Um, dat is best belangrijk, hè? Dus door het onderzoeken van die haar kun je dus zien welke medicatie uh, hij slikte. Ze vinden dan ook. Amfitamine in zijn haar. En dat wijst uit dat hij in maart, of maart tot en met uh, mei 2019. Zoals al gedacht werd, die deksamfitamine inderdaad gebruikte. Dus dat ADHD-medicijn. Ja, en dan komen we uiteindelijk in de rechtbank terecht. En dan is het juni uh, 2020. Uh, zitten we ook alweer in coronatijd. Je zou het bijna vergeten. Uh, en ja, het standpunt van de officier van justitie van het OM, die zegt. Het is sprake van verminderde toerekenbaarheid. En waarom is dat zo belangrijk? Dat heeft natuurlijk met de strafmaat te maken. Als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. wat eigenlijk het Pieter Baan Centrum zegt. dan kan je alleen TBS opleggen. Als iemand verminderd toerekeningsvatbaar is. dan kan het een gevangenisstraf zijn in combinatie met TBS. Je zou ook nog kunnen denken aan een levenslange gevangenisstraf. Maar daar is tegenwoordig het nadeel van dat sinds 2016 is het zo dat een levenslang gestrafte altijd na 25 jaar nog een herzieningsmoment krijgt waarop ze gaan kijken of zo iemand toch nog wellicht kan terugkeren in de maatschappij. Dus dat echte ouderwetse levenslang, dat is geen 100% zekerheid meer. Ja, het risico is natuurlijk absoluut niet lopen met hem. Nee, dat is het allerlaatste. Het Openbaar Ministerie zegt dan ook dat Thijs wel degelijk bewust koos voor zijn daden. Want die zeggen ook van ja, je snijdt wel de pink eraf, die, die neem je dan daarna niet mee. Je moest twee mensen doden en uiteindelijk beslis je zelf om het bijeen te laten. Dus hij heeft keuzevrijheid gehad. En het OM zegt ook ja, hij is heel emotieloos, hij is calculerend, manipulatief en bovendien iemand die heel veel liegt of in ieder geval niet de waarheid spreekt. Het OM die zegt dan ook: Ja, dat Pieter Baan dat was gewoon veel te goed gelovig. Dus ze vinden ook zijn eigen drugsgebruik heeft ook meegeholpen aan, uh, aan het verergeren van de psychose. Dat is niet alleen die dexamfetamine, maar gewoon dat blauwe van hem. Um, ja, in welke mate dat gebeurt, dat is niet meer vast te stellen. Maar het is in ieder geval eigen schuld van de dader, oftewel culpa in causa. En het OM, ja, die zegt ook: We hebben genoeg bewijzen. Want er is overvloedig DNA-bewijs in die zaak. Uh, daar hebben we het net al over gehad. Maar Thijs wist ook wat hij deed toen hij die drie wandelaars vermoordde. Want ja, hij heeft steeds met voorbedachte raden gehandeld. Hij had zijn telefoon uitgezet of thuis gelaten. Hij koos zijn locaties precies. Hij nam een geschikt mes mee. Hij liet bewust zijn hond thuis. Dat had hem ook gezegd. Ja, als je twee moorden gaat plegen, dan is het niet handig om een hond bij te hebben. Dat heeft hij zelf verklaard. Hij heeft ook ter plekke nog afwegingen gemaakt over wie wel en wie niet geschikt was. Voor zijn slachtoffers. Um, hij heeft ook 4 mei bovendien eigenlijk gewoon zelf besloten om geen tweede persoon te doden. Dus hij heeft daar heel kalm en bewust over nagedacht. En daarnaast blijkt uit zijn telefoongegevens en getuigenverklaringen dat hij in staat was om hele normale dingen te doen. Hij kon gewoon die trein nemen, hij kon gewoon nog koken, boodschappen doen, hij heeft zijn moeder gebeld. En daarbij, hij wist dat hij met zijn drugs en medicijngebruik zijn mentale klachten erger maakte, dus... En wat de OEM ook nog zegt, dat vond ik ook heel frappant. Ja, die vinden dat zijn ouders een dubieuze rol spelen. Die hebben bewust sporen gewist. Ze hebben die kleding onder bloed zat. Die kleding hebben ze gewassen. Uh, ze hebben zijn appartement opgeruimd. Terwijl ze eigenlijk betrokkenheid bij die moorden op zijn minst konden vermoeden. Nou, Eddy? Ja, ja, misschien goed om even hier. Ja, nou, maar was, was dat zo? Dat vind ik namelijk ook nog interessant om te vragen. Konden die ouders dat vermoeden? Nou, ik denk niet dat die ouders op dat moment. Dat zich gerealiseerd hebben. Want anders denk ik dat het ook niet in hun belang was om dit te laten gebeuren. Nee, en hij is ook nooit eerder agressief geweest, toch? Ik bedoel, hij had wel zijn zelfmoordpoging. Maar hij heeft toch nooit eh, eerder een agressie vertoond naar, naar mensen om te laten vermoorden? Nu met terugwerkende kracht, maar. De verdediging zegt dat de keuzes die Thijs gemaakt heeft. binnen die psychose ja, in, een, in een soort waantoestand zijn geweest. En dat dat helemaal niet wel overwogen geweest is. Ja, het, het blijven natuurlijk twee manieren om er naar te kijken. En wij kunnen niet in het hoofd van deze Thijs kijken. En dat kan niemand. Je kan het onderzoeken wat je wil. En dat is natuurlijk ook altijd heel erg lastig om te bepalen of iemand toerekeningsvatbaar is of niet. En dat hebben we natuurlijk ook in andere zaken wel eens uh, meegemaakt: dat je zegt van ja, hè, wanneer ben je verminderd toerekeningsvatbaar of wanneer ben je helemaal ontoerekeningsvatbaar. Het blijft. Enorm complex. Ik kan me ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld de nabestaanden zaten natuurlijk ook in die rechtszaal. En ja, als ik daar zou zitten, nou ja, het blijkt ook: die roepen natuurlijk seriemoordenaar en monster. Ja, het is natuurlijk vreselijk. Hij heeft drie totaal weerloze slachtoffers gemaakt. Uh, bijvoorbeeld de nabestaanden van Dini, uh, ja, die zeggen seriemoordenaar. Deze man is natuurlijk helemaal kapot. Hè? Zijn vrouw is uh, vermoord. Je bent een monster, je bent een idioot. Uh, zij heeft ook nog een tweelingzus. Nou ja, die is natuurlijk ook haar zus kwijt. En haar dochter, die is haar beste vriendin kwijt. Was een hele goede band tussen dochter en moeder. Ja, ik kan het me wel voorstellen dat je zegt... ik wil dat deze man nooit meer vrij kan rondlopen. Ja, en dat, en dat zeggen ze ook. En dat is natuurlijk niet het enige, want ook de vrouw van de 68-jarige Frans... Ja, ze zegt: Ik ben niet eens zozeer op zoek naar wraak. Want met wraak ja, is nooit groter dan liefde. Wel mooi gezegd. Heel mooi gezegd. Hè. Maar ja, ze, ze zegt, en dan ja, ze doelt natuurlijk op Thijs: Jij moet iedere dag hiermee leven. Ja, dan heeft ze natuurlijk wel gelijk. En dan hebben we natuurlijk ook nog de echtgenoot van uh, de Japanse Etsuko. Ja, onbeschrijfelijke pijn. En ja, alles wat hij wilde was oud worden met Etsuko. En dat kan niet meer. Ja, ik, ik kan me die emoties bij die nabestaanden enorm goed voorstellen. Ja, en tijdens deze verklaringen was Thijs misschien aan het huilen... en hij herhaalde hoe verschrikkelijk spijt hij had. Maar ja, je brengt die mensen er niet mee terug. Het is onomkeerbaar. Maar wat vindt de rechter? Dan is uiteindelijk de rechtbank van mening... het was niet in een opwelling, het was dus met voorbedachte raden... En dus moord op drie mensen. En er is ook nog een gevaar voor recidive. Wat ook bleek uit het onderzoek van het Pieter Baan Centrum. En ik weet niet of we de eis al genoemd hadden. Maar er werd geëist 24 jaar plus TBS. Uiteindelijk maakt de rechtbank het ietsje milder de straf. En komt tot 18 jaar plus TBS. Aan de ene kant een flinke straf maar de verdediging had liever gezien dat hij direct een TBS-behandeling zou krijgen. Ze zeggen wel dat deze straf uh, na een derde uh, al omgezet kan worden in een TBS-behandeling. Normaal is dat na twee derde, dus we zien wel het belang om Thijs toch wat sneller te gaan behandelen. Ja, je kunt je voorstellen dat dit tot een enorme discussie en strijd tussen deskundigen heeft geleid. Ja, het OM gaat overigens niet in hoge beroep. Hè. Die, zijn, uh, of die kunnen zich wel vinden in de straf, wel zes jaar lager dan de eis... Maar de advocaten van Thijs, die, die tekenen wel uh, hoge beroep aan. Inderdaad, En op de achtergrond, ja, die, die strijd die suddet door... Inderdaad, tussen die deskundigen van het uh, Pieter Baan Centrum... en die eerdere behandelaars van uh, de GGZ-kliniek Mondriaan. Ja, die behandelaars die, die hebben dus nooit vastgesteld dat Thijs psychotisch was. En die deskundigen van het Pieter Baan Centrum ja, die zeggen dus... Ja, die behandelaars hebben daarin gefaald. Die hebben die rode vlag gemist... Die hebben verkeerde medicijnen voorgeschreven. Die hebben die psychose aangejaagd. Ja, de kliniek, dat kun je dan ook aan de andere kant wel begrijpen. Die, die eisen daarop rectificatie van het Pieter Baan Centrum. Die vindt uh, dat het Pieter Baan Centrum juist onzorgvuldig is. Misschien zelfs onrechtmatig hoe ze dit uh, in de wereld hebben geholpen. Maar daar gaat dus wel een hele discussie uh, op los. Ja, maar dat, dat komt ook omdat als er zoiets vreselijks gebeurd is, wil je altijd een schuldige zoeken. Mensen willen toch een schuldige kunnen aanwijzen. Nou, en misschien is het ook wel om het juist in de toekomst te veranderen. Om nou, de dat... discussie aan te zwengelen, dus zodat je het in de toekomst gaat veranderen en aan kan pakken. Ja. Want dat is een andere vraag. Hadden die moorden op uh, Etsuko, Dini en Frans kunnen voorkomen worden? Als die instelling alert was geweest. Dus als ze eerder hadden ingegrepen tijdens de psychose of als ze juist medicatie hadden voorgeschreven. Het had zeker beter gekund. Maar ik denk dat we daar straks nog wel even op terugkomen wat er eventueel veranderd zou kunnen worden in de zorg. We gaan naar het hoge beroep. Dat speelt in februari 2022. En uh, laat ik nou in ieder geval even beginnen met de strafeis. Want appelleren is riskeren, wordt altijd gezegd. Er wordt nu 30 jaar cel en TBS geëist. En wat ik wel een bijzondere uitspraak vond van de uh, advocaat van uh, Thijs, hij heeft er overigens meerdere, Serge Wening verdedigde, maar in het hoger beroep ook Job Knoester, Ja, die vergeleek deze eis met het advies eerst een marathon te lopen aan een man die een hartaanval heeft gehad en hem pas daarna naar de operatiekamer ja. te laten gaan. Ja, dus oké. Okay. Dat, dat schetst even uh, hoe, hoe het gezien kan worden. Het is natuurlijk een metafoor. Ja, ook goed om te zeggen, nog even een aanloop naar het hoge beroep... wordt Thijs ook uh, opnieuw voor de derde keer onderzocht. Hij was al eerder onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daarna nog een keer door een psycholoog en een psychiater. En nu, dit keer, op het verzoek van het Hof zelf. Nou, deze deskundigen hebben ook naar Thijs gekeken. Die hebben geen stoornis kunnen vaststellen. Die zeggen zelfs, ja, we hebben eigenlijk onvoldoende zicht op Thijs... Maar ze komen wel tot de conclusie dat er sprake is van een gemankeerde persoonlijkheid. Dus Eddie, in totaal zijn er drie rapportages opgesteld. Tweede van die adviseren dus om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. En dat derde rapport geven dus de deskundigen geen advies. Nee, nee, nee. De, de verschillen zijn natuurlijk wel bijzonder. En ik denk dat deze keer zal ik de rechtbank verslagen en ook het verslag van het Hof, denk ik, in een link zetten. Want die worden heel uitgebreid besproken. En uh, daar is onze podcast nou net niet helemaal geschikt voor. Maar voor geïnteresseerden wel de moeite waard om te lezen, denk ik. Uh, om goed de verschillen te zien tussen die rapportages. Wat betekent het uiteindelijk? Er mankeert iets met Thijs. Dat is eigenlijk de conclusie ook van het Hof. Er wordt eigenlijk een beetje omheen gepraat wat het nu precies is, maar dat komt ook omdat die deskundigen elkaar daarin uh, tegenspreken. Maar ja, als er iets mankeert en het toch uiteindelijk met voorbedachte raden is geweest, hè, want hij is verminderd toerekeningsvatbaar, ja, komen ze toch weer tot een uh, serieuze straf. In dit geval is de uitspraak van het Hof 22 jaar plus TBS. Dat lijkt een klein verschil ten opzichte van de eerdere uitspraak van de rechtbank, maar er zit wel een uh, behoorlijk verschil in. Namelijk, volgens het oude regime was die 18 jaar in eerste instantie uh, iets waar je na twee derde uh, voorwaardelijk in vrijheid gesteld kon worden. Maar sinds 1 juli 2021 is dat veranderd. En nu is het zo dat je pas twee jaar voor het einde van je straf. In aanmerking kunt komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Dus het simpele rekensommetje leert. in eerste instantie had Thijs na twaalf jaar vrij kunnen komen. en nu op zijn vroegst na 20 jaar. Dat is dus eigenlijk effectief voor Thijs wel een. Uh, nou ja, vrij kunnen zwaar. komen. Hij was dan uh, naar de TBS-kliniek. Nou ja, uh, precies. Ja. Maar dan in ieder geval uit de gevangenis. Ja, hij was zelf overigens niet aanwezig hè, bij de uitspraak. Nee. De uitspraak valt de advocaten zo tegen dat zij direct aangeven in cassatie te willen gaan. Dat betekent dus dat zij het aanvechten bij de Hoge Raad. Nu is het zo dat het cassatieberoep gaat natuurlijk over de procedure, of er eventuele fouten zijn gemaakt in het juridisch proces. Het is ook niet zo dat dat vaak leidt tot een ander oordeel. Zo makkelijk gaat dat niet. Maar deze cassatie loopt op dit moment nog. Dat betekent dat er een procureur-generaal, ja, de Hoge Raad dus uh, aan het kijken is of de middelen die zijn ingediend ja, uh, grond zijn om de zaak opnieuw te laten doen. Want dan zou die eventueel terugverwezen worden naar het Hof. Ja, ik, ik maak me sterk dat dat gebeurt, maar ik mm, ben nou, natuurlijk geen, ja. ik ben geen ah, advocaat. Wat wel is in, in deze uitspraak van het hof dus ook, net als de rechtbank, uh, maar ook het OM, uh, ja, die zeggen allemaal, of die leggen allemaal het oordeel van die vier gedragskundigen na zich neer. Hè? Die die zeiden eerder: Thijs is volledig onder invloed van de psychose, die die is volledig ontoereikingsvatbaar. En die adviezen van het Pieterbaancentrum worden bijna altijd gewoon overgenomen. Uh, helemaal, in dit geval, als het volledig ontoerekeningsvatbaar is. En als daarvan af wordt geweken, dan is het vaak wel omdat de TBS-maatregel uh, passend is, een straf erbij dus. Maar dan gaat het bijna altijd om een lage straf. Dus nooit om een hele hoge gevangenisstraf in combinatie nog met TBS. Dat is eigenlijk alleen maar als je dit doet om puur om vergelding. Ja, er zijn dus ook wel de nodige deskundigen die uh, wat vinden van deze uitspraak. Uh, ja, hij is toch wel bijzonder. En ik moest ook denken aan een andere zaak die nu speelt. Dat is van de Almeloze kruisboogschutter Kenzo K. Die heeft ook in een waan of in, ieder geval in een psychose twee mensen vermoord... en is later nog met zijn kruisboog op andere mensen gaan richten... En die is nu bij de rechtbank in eerste instantie volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. En heeft als straf zeg maar direct TBS opgelegd gekregen. Daar is het OM overigens ook in hoge beroep gegaan. Dus maar, ja, en je kan de ene zaak ook niet één op één met de andere vergelijken. Nee, maar het, het, gaat, het gaat om: waarom gaat de rechter op de stoel van een psychiater zitten? Ja, hij trekt wie, eigenlijk een witte jas aan. Wie heeft nu de kennis? En, en waarom worden deze deskundigen überhaupt dan ingehuurd? Uh, en dat betekent ook nog in het geval dus van Thijs, die behandeling van hem die begint dus rond 2041. Dan vraag je af: heeft dat überhaupt nog zin? Ja, nou ik heb ook een beetje zitten rekenen, want ik ben nogal van de getallen. Het is zo dat als je iemand gevangen houdt in Nederland, dat kost ongeveer 250 euro per dag. Dus dat is ongeveer 90.000 euro per jaar. Maar als je iemand in de TBS-kliniek behandelt, dan moet je ongeveer denken aan 2 à 300.000 euro per jaar. Dus ik zat ook gewoon eens even sommetjes te maken. Ja, het klinkt raar. Maar het geld wat je bij wijze van spreken bespaart. door iemand gevangen te nemen en niet te behandelen. is natuurlijk geld wat je in een andere fase in de zorg. ook weer zou kunnen gebruiken. Want je kunt je ook afvragen. en natuurlijk is dit een zware straf. en een hele late behandeling. maar sommige mensen die zullen misschien nooit terug kunnen keren. in de maatschappij. want TBS-behandelingen kunnen ook levenslang zijn. En dat is dan wel heel erg kostbaar. Terwijl je aan de andere kant met datzelfde geld kunt voorkomen, als, als de zorg daartoe in staat is, als dat geld goed besteed wordt, om te voorkomen dat het gebeurt. Het is toch een beetje beter voorkomen dan genezen, denk ik. Ja, maar als je dan naar maar deze dit, zaak kijkt, dan inderdaad uh, wordt er meer naar vergelding gekeken, naar behandeling van de dader. Ja, maar de vraag is of die behandeling van die dader. En dat is misschien wel interessant. Uh, we kunnen heel erg bezig zijn met de strafmaat, maar we zouden ook eens kunnen discussiëren over of de zorg in Nederland goed geregeld is. En wat is er nou eigenlijk de laatste jaren gebeurd in de zorg? Er is heel veel bezuinigd, maar ondertussen zijn er ja, steeds meer mensen met verward gedrag. En dat heb je natuurlijk in allerlei extreme, en dat is natuurlijk ook heel complex om te beoordelen, want de ene verwarde persoon is de andere nog niet. Maar zijn wij in staat in Nederland met ons zorgstelsel. om die mensen de juiste hulp te geven? En dan heb je natuurlijk ook nog het probleem dat sommige mensen natuurlijk. Uh, hun problemen ontkennen. en helemaal niet openstaan voor hulp. Nou, ik denk dat het interessant is om te kijken. wat daar mogelijkheden in zijn. Ja, en mijn mening daarover is. dat we als maatschappij. maar dan heb ik het dus ook gewoon als het sociale vangnet. misschien eerder zouden ja iets moeten zouden kunnen doen en dan bots je misschien soms weer tegen dat privacy aan hè mensen die ziek zijn ik heb het zelf uh, van nabij meegemaakt ja je krijgt van een GGZ-instelling helemaal geen informatie over een patiënt het is een soort uh, ja een betonnen muur ja en hoe kan je dan als direct betrokkenen ja aangeven dat je je hele grote zorgen maakt en dat je graag zou willen dat iemand behandeld wordt en of dat dan ja laten we even zeggen goed schiks of kwaad schiks gaat dat is dan nog de volgende fase. Ik zou proberen helemaal aan de voorkant te gaan. Verbeteren. Ja, nou, absoluut. Maar er moet ook geld voor zijn. En er zijn natuurlijk alleen maar bezuinigingen. En ik denk één van de grootste problemen van zorg... is natuurlijk gewoon de decentralisatie van het zorgstelsel. Ja, de gemeentes moeten het zelf oplossen. Die ja, niemand zijn, is meer eindverantwoordelijk. Die, die dus, zijn natuurlijk zuinig. Je krijgt de wachtlijst overal. Alle klinieken werken met heel veel invalkrachten. We hebben dat ook gezien eerder bij de zaak van Anne Faber. Dat ging niet over TBS, maar over klinieken... Dus, uh, waar je met, alleen met invalkrachten werkt... Ja, er is nog heel veel te doen, denk ik. Maar er schijnen ook, dat las ik ook ergens in een artikel... afgelopen jaar liepen 140.000 verwarde mensen rond. Dus er zijn gewoon heel veel verwarde mensen. En ik denk, je krijgt ze nooit allemaal behandeld. Je krijgt ze nooit allemaal opgenomen. Dus dit hou, je, dit, dit hou je altijd. Ja, en het blijkt ook dat het niet erger geworden is. Tenminste, als je het hebt over echt moord en dit soort extreme... dat blijkt ook redelijk constant te zijn. Ja, het klinkt natuurlijk niet fijn, want... Er zijn natuurlijk nabestaanden. en nou, laten we misschien dan ook eindigen met de slachtoffers. Niets vermoedende mensen die lekker hun hond uh, uitlaten in een natuurgebied. Ik doe het zelf ook regelmatig. En dan, terwijl ze met de meest normale dingen bezig zijn. Uh, die je maar kunt bedenken. worden ze overrompeld en worden ze uit het leven weggerukt. Dat komt natuurlijk voor iedereen dichtbij. En dat, 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 zou je, ja, dat, dat wil je vermijden. Maar ja. Een verandering van het systeem is een grote uitdaging. Niet 1, 2, 3 geregeld. Ondertussen heel veel medeleven, denk ik, van onze kant naar de nabestaanden. Het was weer een ingrijpende zaak. Ook van deze zaak hebben we nog beelden die we met jullie zullen delen. Zijn er niet veel overigens. Maar daarnaast is het goed om onze show notes in de gaten te houden. Want daar kan je met een directe link ons boek bestellen. Daarnaast deel ik ook deze keer een link naar de rechtbankverslagen. En zoals jullie gewend zijn, blijf ons volgen op Instagram of Twitter. Moordzaken podcast. Luister jij graag naar Moordzaken? En wil je Carrie en Eddy ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com slash moordzaken. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com slash moordzaken.